In de Van Lennepstraat in Rotterdam Spangen is afgelopen nacht met een automatisch wapen, mogelijk een Kalasjnikov, op een woning geschoten. Tientallen kogels doorzeefden een raam op de eerste etage, maar niemand raakte gewond. Ook werd een handgranaat gegooid die niet ontplofte. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat onschadelijk gemaakt.